En dat was te merken ook, want een kopgroep van 13 man krijgt de ruimte van het peloton dat eigenlijk een extra rustdag neemt in deze laatste Vuelta-week. 18 minuten is de voorsprong inmiddels en daar schuift een mannetje in het oranje door het beeld. De man met het rug nummer 152, Lars Boom, voormalig Nederlands kampioen. En hier zien we wat een peloton doet op een dag dat het rustig gaat. Rustig de handjes op het stuur. Er wordt af en toe wat gepraat. En de man in de gouden trui communiceert wat met de ploegleiding. Weinig aan de hand in het peloton. Praat wat met zijn ploegmaats. En hier zien we de kopgroep. Draait allemaal goed. Een kopgroep met een aantal sprinters erbij. We weten in elk geval dat Vicente Reines erbij zit van Colombia. Leonardo Duque is ook een van die sprinters. Het mannetje van Cofidis. En Lars Boom is natuurlijk ook geen slechte finisher. Het peloton weer. In de eerste beklimming van die col van de tweede categorie. De Alto de San Geronimo. Die moet dus twee keer genomen worden. En daar zien we wat gebeuren in de kopgroep. Vier man rijden weg. Dominique Roels, Serafin Martinez, Vicente Reines en Lars Boom. Bij het peloton is er sprake van gecontroleerd achtervolgen. Maar zo langzamerhand, kilometer voor kilometer, loopt die voorsprong van de koplopers op. We zien het daar in beeld staan. En dan is het Boom nog. Overgebleven met Martinez, de Spanjaard. Boom met een soepele, lichte tred. Mooi verzetje. Hij kan dit. Een klimmetje van een kilometer of 12. Het lijkt wel een beetje op het veld rijden. Ook de manier waarop hij hier wegrijdt. Even op een hoog vermogen trappen tegen de verzuring aan. En dan rijdt hij zomaar weg bij die Spanjaard. Waarvan je toch zou zeggen dat hij bergop in het voordeel zou moeten zijn. Een Boom gevleugeld op weg naar de top van de Alto de San Geronimo. Shirtje nog open. Het is warm in de buurt van Córdoba. De warmste stad trouwens van Europa als je kijkt naar de grafieken over het hele jaar heen. En Martinez heeft het moeilijk. Dit kan hij ook goed, Lars Boom. De bochten aansnijden. Is hij natuurlijk wel gewend als veldrijder. Strak sturen, kort sturen. En hier zien we een achtervolger. Het is niet meer Martinez, maar zijn ploeggenoot Herrero die het probeert. Maar die neemt iets te veel risico in een bocht. Het loopt allemaal net goed af. Net voordat hij daar over dat randje gaat. Maar hij verliest natuurlijk wel kostbare tijd in de achtervolging. En dan zien we Boom in die prachtige stijl. De bochten aansnijdend als een motorcoureur. We zien de verschillen. 3 kilometer nog voor Lars Boom. En dan lijkt hij toch zo waar op weg naar zijn eerste grote overwinning in zijn debuutjaar als beroepswielrenner op de weg. Hij won natuurlijk al het klassement in de Ronde van België. Maar dat is allemaal niet te vergelijken met een etappe in een van de 3 grote ronden. In de finishstraat kijkt hij nog 1 keer achterom. En dan weet hij dat het gebeurd is, dat het goed is. 23 jaar oud, uit Vlijmen, Lars Boom. Op weg naar die overwinning. Voor het eerst in 4 jaar dat er weer een Nederlander een etappe wint in een grote ronde. En de laatste was niet Pieter Wening in de Tour van 2005. Maar Max van Heeswijk in de Vuelta van 2005. En dan te bedenken dat Robert Geesink nog steeds op de 2e plaats staat. Het peloton komt binnen op 25 minuten. Daar verandert niets in het klassement. Lars Boom wint de etappe op een dag dat alles gemakkelijk lijkt te gaan. No, because in the beginning of the race it was a long fight to get away with the group, and Valverde had a flat tire, so everyone was pissed off that it was going so fast. And Garat called me when I was in the break, and he said this is the one, and then we pushed a little bit more, and finally we get away. So you didn't plan on breaking through the way you did? No, I wanted already a couple of days to be in the break, and finally this is the good moment, I think, because I'm on a lot of minutes in the GC, and it is a great etap to have a climb like this in the final, and I planned it a little bit.